Saman, wat is ook voor jou de opdracht, natuurlijk vrijheid. Ja. Wat was jouw inspiratie? Waar wilde je over hebben? Ik wou het hebben over de opofferingen die daarbij komen kijken wanneer je vrijheid bereikt voor een jongen zoals ik. En dat vond ik interessant. En wat bedoel je met een jongen zoals ik? Ik ben... God, gaan we dat verhaal weer hebben? Jij maakt die deur open, hè? Jij doet de deur open, ik stap altijd naar binnen. Ik ben gevlucht uit Iran. En, dus voor mij is het een... ik ben geboren aan de andere kant van het hek, zeg ik altijd. En ik heb hier de vrijheid mogen meemaken van dichtbij. En er komen opofferingen bij kijken wanneer je... alles wat je thuis op achterlaat om ergens te komen. En ik denk dat is een beetje waar mijn liedje over gaat. En kan je één zo'n opoffering noemen of is dat te veel gevraagd? Nee hoor, nee. Dat ik nu breek hier. Er zijn meerdere opofferingen. Maar gewoon als kind, om een hele land te verlaten... om een andere taal te moeten leren. Je familie, dat soort dingen achterlaten. Je moet aanpassen in een nieuwe cultuur. Dat zijn allemaal opofferingen die dan ook wel zijn vruchten hebben later natuurlijk. Maar... Er zijn wel een aantal voorbeelden. Dat nummer heet een dunne lijn, toch? Dunne lijn, ja. Een dunne lijn. Een dunne lijn. Ga je gang. Ik had ambities en visies om groot te worden als Pablo. Maar zag de ankerpijn dat dat medicijn deed met mijn moeder. Dacht fuck ook, zat nog onder de bijstoel toen ik man van het huis werd, kon niet nadenken. Dacht fuck school, veroordeel hem, moest daar in zijn schoen. Weet je hoe een schoen met een gat loopt? Ik ben die hond die ligt van de grond, dus sowieso ligt die lat hoog. Geen gabber, maar wel hardcore, liever dood en dakloos. Bijna niet onafscheidelijk als een puber en der smartphone. Wat is welvaart zonder welzijn? Liever arme gelukkig. Dus fuck dough, mijn ma aan mijn rug met de hernia. En nu peek de terug, dus fuck broke. Mijn ma aan mijn rug, nu zorg ik voor mama. Laat ik haar aan de zorg over, fuck no. Want aan alles komt een einde, al het licht zal ooit verdwijnen. En op zoek zijn naar die reden, is de reden dat we lijden. Het zijn de woorden van een wijze man die me zei aan het einde. Het leven is inhaleren, incasseren, overlijden. Wat anders. Dunne lijn tussen halen of falen, bekijken of staren, negeren of laten, ergens is thuis. Maar vrijheid is een motherfucking prijs, yeah, yeah, yeah. Wow! Luister, jij zat in je nummer, jij zat in je nummers, jij hebt het niet gezien. Maar op mijn rechterkant hier, deze, zag ik deze. Je voelde hem. Ja, dat weet je misschien niet, maar vroeger toen ik zeg maar, net begon... was ik heel erg in hiphop, de oude hiphop en dat soort dingen. Dit is natuurlijk een hele andere kant, maar ik voel wel je vibe of zo. Ja. Ik heb wel een bepaalde energie in en denk ik wel van, ja. Heb ik met haar ook op een hele andere manier. Dat is het mooie van muziek. Ik kan het ook niet echt pakken. Maar je voelt gewoon, als zij pakt die gitaar... dan gebeurt er iets, een soort magie tussen die... Dus die vingers en die snaren en die stem erbij. Ja, ik kan er wel van genieten, hoor.